Hoi allemaal! Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben vandaag samen met Dionne. Yay! We hebben een hele grappige, gekke video voor jullie. Wij gaan namelijk een full face wiebeloogjes look maken. Dit zijn ze. Oh my god. Een heleboel, man. Ook hele kleintjes. Ja, ja, dit is natuurlijk ook super leuk voor Halloween. Als je niet zo goed bent in make-up, ja, dan hoef je alleen maar die oogjes op te plakken. Guilty. We hopen dat jullie het super leuk zullen vinden. Dus geef alvast een dikke duim omhoog. En dan gaan wij beginnen. Yes, zin in. Ik ken dat liedje van Dirty Dancing, toch? Van Hungry Eyes. Ik googly eyes. We gaan het op ons gezicht plakken met deze mastix. Die is wateroplosbaar. Dit is perfect voor als je gewoon een dagje dit wilt. Maar ga je nou heel erg zweten of... ben je bang dat het eraf valt, dan kun je ook... superlijm gebruiken. Ja, dat is dan krijg je er nooit meer van af. Weet je wat we ook kunnen doen? Omdat we natuurlijk straks helemaal misschien onder de plak zitten. Misschien kunnen we ze allemaal even in een bakje doen. Ja. Hè? Ja. Ik zie het al gebeuren. Ja, ik zie het ook al gebeuren. Dat is ik heb vast wel wat liggen. Het is een soort kartonnen doosje. Maar dat is perfect, want als het helemaal misgaat, dan kunnen we die gewoon weggooien. Ja, oh, je hebt gelijk. Oh, ik hou van deze oogjes. Ja. Ik kan er zoveel leuke dingen mee doen. Weet je welke wat ik leuk vind? Nou. Van die cactussen met die oogjes. Oh, ja. Dan ben ik gewoon meteen verkocht. Oh, ik wil er 2 van je hebben, want ik heb een cactus thuis staan en neppen. Daar wil ik het oppakken. Ja. Nou, ik denk dat we genoeg hebben. Ik denk het wel. Je mag misschien een heel zakje. Ja. Oh, zo schattig. Oké, jongens, de bak. Het is zo schattig. Kijk, jongens. Al die googly eyes in 1 bak. Het voelt zo lekker. Ja. Een beetje eng ook wel zo. Het eerste wat we nu moeten doen is even ons gezicht vetvrij maken. Oh, shit. Want anders dan blijft het niet plakken. Dus ook voor als je dit thuis gaat proberen. Geen foundation dus. Ja, eigenlijk niet. Oh. Dus helaas, het moet er vanaf. Ja, ik wou derde oog. Het is een soort boeddha-stipje. Ja, ik vind dat ook een goeie. Mijn hele gezicht vol dus. Ja, 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 ja. I like it. We hebben er genoeg. Ik denk dat dit misschien nog best wel lang gaat duren. Ik wou net zeggen, schat. Oh, het voelt wel heel gek. Dit is wel vet. Oh, kijk, mijn oog zit dubbel. Oh, je oog zit dubbel. Oh, joh. Nou? Dat kan echt niet, hoor. Ik heb echt zin om thuis alles te beplakken met deze oogjes. Collabs met jou zijn altijd leuk. Ik heb nog nooit zo vaak met iemand gecollabd. Ik ook niet. Nee. Denk ik mij. Ding, ding, ding. Realizing stuff. Is het niet sneller als je gewoon je hele gezicht onder de lijm doet? Nee. Altijd zo ontzettend strikt is ze. En dan nu zegt ze, zullen gewoon onze kop in de lijm. En dan gewoon... Ja, bij jou is het heel mooi. Ik zie er meteen uit als een of andere debiel. Nee, je bent nog niet klaar. Nee, maar kijk dan. Ik vind het best wel mooi. Kijk eens. Hier, kijk, ik lijk met een alien. Ja. Oh, en dit ziet er wel tof uit. Ja. Kunnen we niet gewoon stoppen nu? Kijk, als je dit zo hebt, lijkt het zo'n warrior. Zo. Ja. Ja, dit is wel echt vet, hoor. Bam, bam, mi corazón. Un pambolero. Hello, little. Dat was geen googly eye, volgens mij. Dat was mijn nek. Dat was... Ziet het er echt als uit je kloontje ben of zo? Nou, gewoon alsof je een grote steenpuist hebt. Maar niet. Oké, wat is jouw celebrity crush? Ja, ik vind Ryan Gosling en Zac Efron vind ik echt... Zac Efron, hou op. Ja, dat is ook echt niet een type voor jou. Maar ik vind op hem... mannen of op jongetjes? Zac Efron, vind je hem niet toch geen man? Nee, dan vind ik Ryan Gosling wel meer een man. Ja, ja, ik hou heel erg van die gozer uit Game of Thrones met die baard. Oh, ik kijk geen Game of Thrones. Ja, jij valt op vikingen, hè? Ja. Ja, daar val ik dan weer niet op. Holbewoners, vikingen. En Jon Snow, een hele knappe. Maar Channing Tatum, hallo. Oh ja, ja, Channing Tatum ook wel wezen. Jezus. Grappig. Hallo. Kijk. Hallo. Hey, we lijken nu uiteindelijk wel op elkaar. We kunnen bijna niet praten.
Ja, zijn bijna klaar. Bijna. Ik kan bijna niet meer praten ook. Oh ja, en het kriebelt. Als de ziekte. Dus misschien is het toch niet zo'n goede Halloween look. Tenzij je jezelf wilt martelen. Ik denk niet dat je kan eten of drinken inderdaad. Het valt... Ja. Ik denk ook als er een paar afvallen is het effect ook weg. Ja, hè? Nou jongens, dit is hoe we eruit zien. Mm-hmm. Ja. Vind je het een geslaagde Halloween look? Ja, wel een beetje lastig eten en drinken denk ik en praten. Ja, je moet wel heel voorzichtig zijn. Ja, echt wel. Maar het is wel heel leuk. Oh, geweldig. Het is heel leuk. Hopen dat jullie het leuk vonden. Wij hebben het in ieder geval heel erg naar ons zin gehad. Het is echt super grappig om te doen. En wij hebben ook nog een video opgenomen voor het kanaal van Dionne. Yes, ze heeft me omgetoverd tot Annabel. Dus wil je dat zien, ga even naar het linkje onder in de beschrijving. Ja. Dus, ja, thanks. Dit was leuk. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!